Hoi, leuk dat je kijkt. Het leek me wel eens leuk om weer eens een Halloween tutorial te doen. Dat is een tijd geleden. Ik begon eerst met mijn gezicht helemaal in gaal te maken met foundation. Ik gebruik een vrij lichte, moet ik zeggen. En dat is het trouwens even van MAC, ik vergeet het te zeggen. En ik gebruik de Eraser Eye, daar heb ik pas een video over gemaakt. Die kun je ook nog bekijken als je dat leuk vindt. Ik maakte hier mijn gezicht een beetje bruiner rond mijn mond. Achteraf dacht ik er eigenlijk aan dat het misschien wel mooi had geweest om deze stap gewoon lekker over te slaan. Dus doe dit vooral niet na en begin gewoon vanaf hier. Ik begin met mijn gezicht te shapen, eigenlijk zoals je het gewend bent. Alleen dan met een blauwige oogschaduw. En ik heb er eentje gekocht van Essence. Dat zijn van die losse oogschaduws die je in een palet kan doen. Later kwam ik er wel achter dat hij niet zoveel kleur afgaf met mijn kwast. En ik ben het dan ook met mijn vingers gaan doen. En dat werkte echt veel en veel beter. Ik wil graag het blauw nog wat donkerder maken naar mijn contour toe en ik gebruik hiervoor een Glam Palette van L'Oreal. En ik maak eigenlijk heel mijn haargrens net even een tikje blauwer en ik zet het shape gedeelte nog wat heftiger aan op mijn wangen zodat hij goed opvalt zometeen. Nu ga ik verder met mijn ogen en ik gebruik hiervoor een roze oogschaduw. Deze heb ik al super lang, dus het heeft niet zo heel veel zin om het merk en het nummer door te geven. Ik gebruikte hem eerst droog en daarna nat. Toen werd hij eigenlijk wat intensiever en wat mooier. En ik had ook een kwastje voor de onder, dus dat ik goed alles eigenlijk roze omlijnd heb. En vervolgens heb ik ook mijn wenkbrauwen hiermee ingezet. Dit heb ik allemaal nat aangebracht en later heb ik mijn wenkbrauwen ook nog even met roze glitter ingesmeerd. En dit heb ik gedaan met gewoon een haargel, omdat ik een wimperlijn wel echt een beetje te heftig vond voor mijn wenkbrauwen. En ik had een blauw mascaraatje, die heb ik ook gebruikt voor mijn wenkbrauwen en voor de onderrand van mijn wimpers. Vervolgens heb ik met zwarte eyeliner een wing gemaakt aan beide kanten en ik heb natuurlijk ook nepwimpers geplakt. En ik heb daarna de mascara aangebracht om ze nog wat heftiger te maken. En natuurlijk, dat vergeet ik helemaal, heel veel vlekken gemaakt. Ik heb continu alle oogschaduws die ik op mijn gezicht gebruikte ook gebruikt op mijn lichaam. En gewoon goed doorgesmeerd en goed lekker een beetje een wat vlekkeriger geheel gemaakt. De wing is altijd een uitdaging voor mij, daar ben ik niet zo heel erg goed in, dus let daar niet te veel op. Ik heb een roze lippenstift aangebracht, deze is van L'Oreal. Ik vond hem nog iets te saai, dus ik heb een highlighter gepakt. Het is de Vivid Baked Highlighter, die heb ik trouwens ook op mijn gezicht gebruikt. En ik heb er een beetje vlekjes gemaakt. Daarna heb ik er een gloss overheen gedaan. En ik moet zeggen dat ik vond dat hij hem te egaal heeft gemaakt. Achteraf gezien denk ik dat we de gloss best hadden kunnen overslaan. Dat vlekkerige vond ik wel wat leuker. Ik heb ook nog wat paarse accenten aangebracht, zoals je ziet. Dat heb ik gewoon gedaan door het blauw over het roze heen aan te brengen. Ja, en nu komt het leukste. Ik heb wimperlijm gebruikt en ik heb glitters geplakt. Alle glitters zijn van de Essence en als je even op mijn Instagram of Facebook kijkt, dan zie je precies welke dat zijn geweest. Ik heb namelijk alle foto's van de glitters geplaatst, maar dit is veruit natuurlijk mijn favoriete onderdeel. Vond ik het nu nog wel wat leeg, dus ik gebruik de blauwe mascara om overal strepen te maken. En ik zet ook allemaal stipjes onder mijn ogen. Ik vond het juist wel gaaf bij dat roze en het paars dat ook dat blauw weer een beetje terugkwam.
Ik wilde ook graag mijn haar een kleurtje geven en ik gebruikte hierbij de spraybussen van Colorista. En ik maakte eigenlijk allemaal vlekken in mijn haar, roze, zilver die je niet zo heel goed zag en de lichtblauwe. En die zie je natuurlijk een stuk beter en die sluit ook mooi aan bij de rand oogschaduw die ik langs mijn voorhoofd heb. Dus op deze manier blend ik het allemaal uit. En zo is de look helemaal af. Ik vond zelf deze knot wel heel erg tof. Misha koos voor het losse haar. Ik hoor graag jullie mening, dus laat absoluut van je horen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En mocht je nu deze look namaken, tag mij vooral op de social media. Ik zie het heel erg graag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot snel. Doei!